Sinter, een science lab. En we gaan nu... voelen. Want ik dacht, Yannick, wat ik een beetje miste bij het zien van jouw film, is gevoel. Je voelt er niks bij. Je voelt helemaal niks. En ik dacht, als we nou slim zijn, dan passen we gewoon de omgeving aan. Aan die beelden. En dan voel je er misschien iets bij. Het belangrijkste zintuig om te voelen is je huid. Voelen geeft je bijvoorbeeld aan waar je bent. Of je lekker met je warme kont op het strand van Barcelona zit. Of dat je bijvoorbeeld in een ijskoude omgeving bent. Dan weet je dat je op de Noordpool bent. Maar wat ook heel handig is aan je huid, is dat het dus ook signalen kan geven dat je in gevaar bent. Maar dat is nog niks bij hoe goed slangen kunnen voelen. Want slangen kunnen op afstand voelen waar hun prooi is. Hoe kan je nou op afstand voelen? Ja, want slangen hebben warmtesensoren in hun kop. En hun prooi die zendt warmte uit. Dus met die warmte kan die slang dan weer voelen waar die prooi is. Ja, dat is handig. Dan kun je dus eigenlijk midden in de nacht gewoon nog steeds op een lekker aapje jagen. Maar nu geeft mijn tast vooral gewoon gevaarssignalen aan. Want Matthijs, ik heb het zo koud.